Op verschillende punten van de stad bevinden zich in Leiden de laboratoria van de Rijksuniversiteit. Eén daarvan is het Kamerling Onnes Laboratorium, waar tijdens een korte plechtigheid de directeur van de Bataafse Petroleummaatschappij, ingenieur Bloemgaarten, een nieuwe afdeling waarvoor de BPM de gelden heeft beschikbaar gesteld aan de staat overdroeg. Vele autoriteiten, onder wie de minister van Financiën, de heer Van de Kieft en baron de Vos van Steenwijk, waren bij de overdracht aan minister Kals tegenwoordig. In het nieuwe laboratorium staan vele apparaten opgesteld die nodig zijn om gassen vloeibaar te maken. Onder andere compressoren waarmee het gas wordt samengeperst. Daarbij ontstaat een druk van veelal 200 atmosfeer. Dit gecomprimeerde gas wordt ontspannen in een expansiemachine waarbij koude ontstaat. Bij een temperatuur van 190 graden Celsius onder nul wordt lucht vloeibaar. Het laboratorium is genoemd naar de Nobelprijswinnaar professor Dr. Kamerling Onnes, die in 1908 voor het eerst helium vloeibaar heeft gemaakt. De apparatuur die hij daarvoor gebruikte is een ingewikkeld samenstel van buizen en thermosflessen. Kamerling Onnes kwam bij deze proeven tot een temperatuur van 272 graden Celsius onder nul, 1 graad boven het absolute nulpunt. Met behulp van een grote magneet slaagden opvolgers erin het absolute nulpunt nog dichter tot op 1000ste graad te benaderen. In het nieuwe laboratorium heeft men nu een magneetspoel zonder ijzerkern, maar met een grotere sterkte die voor het verdere onderzoek belangrijke diensten kan bewijzen. Het opwekken van zeer lage temperaturen is van groot belang voor het bestuderen van de fundamentele eigenschappen van verschillende stoffen. De nieuwe uitbreiding van het Kamerling Onnes Laboratorium is voor de Leidse Universiteit in het bijzonder en voor de wetenschap in het algemeen van zeer grote betekenis.